Allee. Allee. Dat betekent niet dat we te lang aan het zaken zijn. Is dat nu niet verwarrend als je tussen die twee camera's staat? Ah ja, oké, dat is niet om samen te... Ah, wel. Samen. Ik weet het niet. Ah, oké. Okay. Ja. Nathan drinkt heel graag zeldersap. Elke ochtend een glaasje vers gemaakt zeldersap. Ik ben een aantal uurtje gestopt met mijn zeldersap. Ja. Is dat niet veel kuiswerk? Ja, dat vooral. Ja, je zit er elke uur mee bezig. Amai! Sorry. Ja. Er zijn wel veel overeenkomsten in de zin dat Jens is vrij nuchter over dingen. Die is niet te snel onder de indruk van iets. Die is vrij stabiel, zou ik zeggen. Mm-hmm. Robin is misschien niet per se... Je hebt ook meer energie dan... Oh ja, je dat ik energieker ben meestal dan dat Robin is. Maar dat is goed, hè? Dat is goed, ja. Dat is wie ik ben, hè. Wat kan ik doen, wat kan ik zeggen? Dat is wie hij is, hè. Ja. Zeker? Dat is een understatement. Ja. Ja, toch, hè? Ja. We komen overeen, spreken soms af. We zijn ook vaak samengekomen voordat wij moesten spelen om echt een band te ontwikkelen. Allee, wij improviseren soms ook wel wat tussen die scènes door en dat zou denk ik niet zo kunnen. Nee, dat zou veel moeilijker zijn. Als we een slechte band hadden met elkaar. Ja. In het begin hebben we zo'n weekje samen gezeten, zo'n soort bootcamp. Na die week was er al direct een groepschat. Zeker. De diepste geheimen, de relaties. Er worden wel sappige dingen ingezet. Echt waar. Foto's, heel veel sappige foto's. Sappige foto's, sappige filmpjes, sappige... Beter niet. Alles was sappig. Ja. Wat was er nu weer dat we zo... dat er zo'n gigantische straal water... Flyboard. Nee, heb je dat gedaan? Nee. Heb je dat niet gezien? Nee, jawel. Ja, welke heb je dat gezien? Het was een heel interessante, goede... Ja. Nee, en vooral om Aaron er ook op te zien. Dat was een... Kijk, mijn inbeelden. Ja, alles wat Aaron doet is gewoon automatisch grappig. Die smeerlappen van Toneelhuis, die hebben daar een poster over gehangen. Ja, en voor de helft maar. Hè. Dus het is nu zo tot hier dat daar nog hangt. Wow. Nee, ja, het was... ik vond dat de eerste keer wel heel heftig om te zien. Maar gaat dat erop blijven eigenlijk? Of hoe? Die dingen... Wel, normaal gezien dat eraf gaan. Maar er was een petitie geweest van de community uit om het er niet af te halen. Ja. Tot na de zomer om het eraf te halen. Femke en ik zijn geen koppel. Nee! Ja, het is fictie. Hè. Het is niet echt. Hè. Spijtig. Nee. Totaal niet. Het is niet raar om een jongen te kussen, vind ik. Ja, ik ben dat personage aan het spelen en ik ben liefde aan het spelen. En die liefde is geprojecteerd op een jongen. Dus dan is het ook niet meer dan normaal, denk ik, dan dat je daarmee kust. Je moet dat ook zo vaak opnieuw doen dat het... Ja. Op een duur denk je, ik had het toch dat je er maar nou niet meer over nadenkt. Dat het echt gewoon een bepaalde handeling wordt. Dat was wel wat raar. Ja, dat is Skype, dus je ziet jezelf ook een klein de hele tijd daar. En om dan zo het besef te hebben dat je gewoon thuis in je kamer zit, beneden zat mijn vriendin rond te lopen en ondertussen zat ik er zo wat uit te kleden voor die camera, dat was wel wat ongemakkelijk. Cool, omdat dat gewoon nog niet echt eerlijk gedaan. Ik vond het ook een heel cool idee, maar misschien wel een ego-kwestie die aan het spreken is, dat wij in bijna heel de wereld op dat moment een van de enigen waren die fictie aan het opnemen waren. Ah ja, Tom Hanks, Tom Cruise, iedereen allemaal is thuis. Nee, allemaal in de zetel. Maar wij waren wat de fuck daar aan het doen. Blijven travakken. Ja. Via Instagram krijg je wel af en toe eens DM's. Je zult er ook wel een paar gekregen hebben, denk ik. Af en toe, hè? Af en toe. Heb jij veel foto's gekregen? Ik heb toch wel een paar foto's. Tof? Ja. Er was onlangs iemand die zo vroeg of dat ik zijn... Zeg het. Of dat hij mijn sugar daddy mocht zijn. Of dat hij, dan kreeg ik best veel geld en dan moest ik met hem mee naar...
plekken gaan. En, maar moest je gewoon meegaan naar plekken? Meegaan naar plekken. En, maar gewoon iets eten was, of zoiets? Ja, ik denk het. Maar geen rare handelingen? Nog, maar het was geen eens een berichtje. Dus dat is misschien dat is toch wel, de raarste. Dat is toch al wel raar. Dat ik zo mijn ketting van Rotten, die heb ik nu nog nodig voor de opnames, dan ga ik wel vragen of ik die niet in mijn zak mag steken. Ik weet niet wat ik van Jens zou willen. Zijn skateboard, zijn ja, muts. Nee, die muts haat ik echt. Allee, ik vond het fijn. Ja? Ja, muts opzetten. Ja, ja. Vond ja. Dat, ja. Sorry. Nee, maar ik vond dat, echt niet... Nee, ik voel me echt een piepo met die muts.